Sven, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Je neemt ontslag? Nee, ik bedoel, ik ben toe aan een volgende stap. Hier als programmamaker. Dus misschien is het mogelijk dat jij een portret van een proleet gaat maken. Goedenavond. Ik kom voor Bob. Hey George Clooney, er zijn mensen voor je. Hi. Met Jitke. Bob. Hi. Een stukje security naar de mensen toe, zeg maar. Laten we er nu eens eentje echt aan het woord laten. Een prototype onderbuiken. Hoe herken je nou of iemand een actievoerder is of een terrorist? Een terrorist is altijd op baard en een jurk aan. Nog meer hoogstaande vragen. Hij voldoet aan alle verwachtingen, toch? Veiliger. Komt in aanraking met alle lagen van de bevolking, upper class en plebs. Hou ze tegen. Absoluut. Ik zit alleen maar bonobo's en bavianen. Het ziet eruit als een bonobo. Sorry hoor, wat ga je nou doen? Ga je hem nou gewoon vastbinden? Vallen van vandaag, dat zijn de Marokkanen van gisteren. Te veel mensen zijn hun trots kwijtgeraakt. At your service. Heeft dat gevaar ook een naam? Volker ten Mohammed. Neem bijvoorbeeld Marokkanen, hè. Als je shit hebt met één, heb je ook shit met zijn neef. Ik denk dat het laatste wat het land nu nodig heeft, is een gematigde toon. Ja, ik schop je het hele plein over hier, rij nou weg! Ben jij verliefd op Christel? Is dit nou professionele interesse? Lastig lijf. Jeroen, laat je nog even de regie aan mij over. Dankjewel. Komt ze morgen eten bij je? Ja, ik ga even een hapje voor haar maken. Welkom. Ja. En dan heb je een soort zwart gat in je docu-show. Dat kunnen ze toch knippen? Hij monteert uit het materiaal wat er nu is een film over een hardcore onderbuik. Paulen van vandaag, dat zijn de Marokkanen van gisteren. Jij vindt Bob interessant. Punt 1, ik ben dus geen racist, hè? Als zij niet gefilmd willen worden, heb je daar respect voor, begrepen? Een veilige rand 5 Marokkaantjes in elkaar. Dat was mooi geweest. Bob Rotter, weg. What you see is what you get. Zo ben ik door mijn moeder opgevoed, hè?